En nu, ja, kan nog verder. Ja, ja. Super. Nog steeds? Aanwijzingen van jou waren wel bruikbaar. Anders had ik het niet gered. Alle markten thuis. Een biertje. Hij is zo meteen. Zullen we deze gewoon even samen tillen? Ah, dat rijdt wel. Ja? Ja. Ik ben Daan. Ik ben 21 jaar. Ik ben Manuel, 21 jaar. En ik ben ondernemer, eigenaar van Bice Events. Samen met Daan doe ik dat. Ja, met z'n tweeën. Ik omschrijf dat een beetje als entertainment service. Wij verhuren ons als drive-in show. Wat eigenlijk betekent dat wij eigen licht en geluid hebben. En DJ zijn. En dus in te huren voor bruiloften of andere feesten. Waar ze licht en geluid nodig hebben. En dan verzorgen wij dat. En vermaken de mensen eigenlijk met draaien, met muziek. Eigenlijk het leukste is gewoon dat je het feest zelf en dat de mensen dan vrolijk zijn en dat het gewoon lukt. En dat mensen achteraf of een keertje later je tegenkomen en zeggen dat was echt leuk die avond. Dat is eigenlijk wat ik het leukste eraan vind. Ik zeg altijd dat Daan meer een doener is en ik ben altijd een denker. Dus ik denk in het proces altijd wat beter na. En Daan die doet wel eens impulsen aankopen of maakt wel eens keuze. Dan denk ik, nou, dat kan misschien beter. Maar soms dan werkt het heel goed en dan... Ook gewoon door maar bedrijven te benaderen of door maar festivals te benaderen of bepaalde dingen te doen. Ook al is het impulsief, kan het wel tot iets heel moois leiden. Net niet in elkaar, dat is wel jammer. Wat? Ze kunnen net niet op elkaar. Je moet wel achter, hè? Denk ik. Jij bent van de indeling. Ja. Past die andere ook nog? Jawel. Mooi. Oorspronkelijk zijn we vrienden. En dat is natuurlijk even wennen om dan ook als bedrijfspartners samen te werken. Dus die dingen proberen we ook wel een soort van te scheiden. De vriendschap is denk ik wel veranderd, dat we ook wat zakelijke dingen moeten doen. Maar ik denk dat de kracht bij ons wel is dat als we geen klus hebben of even niet iets voor boys moeten doen, dat we dat ook aan de kant kunnen zetten. We kunnen wel het scheiden van wanneer zijn we aan het werk en wanneer gaan we gewoon lekker een borreltje doen of wat dan ook. Het thema is zeg maar dat je de eerste letter van je naam, daarmee moet je een dier. Ik kom als dromedaris vanavond. Ik kom als dromedaris met twee bulten. En ik moet dan iets met de M, maar een muis of zo. Ik denk dat de kracht is dat we gewoon enthousiast zijn en dat we luisteren naar de wensen van de mensen waar we draaien. Dat we altijd het persoonlijk willen houden, dat we altijd met mensen langs gaan. Dus echt aandacht voor wat willen zij en niet zozeer wat wij belangrijk vinden, maar vooral wat zij belangrijk vinden. En daar proberen we op aan te sluiten. Dat denk ik, het stukje persoonlijke, dat een heel groot aspect is van het succes dat we nu hebben. Wat was dat ook weer? Groot, klein of klein, groot? Huh? Groot, klein of klein, groot? Wat was dat ook weer? Groot, klein toch? Ik zou groot, klein noemen. Jawel hè? Het mooiste. Of groot? Nee. Huh? Nee, hij is niet mooi groot. Groot? Wat we eerder al hadden. Ja, we hebben iets meer dynamiek, hè? Ja, dat is mooi. Waar had ik die tas gelaten?
de passie van licht komt meer vandaan dat ik vroeger altijd van die shows op YouTube zag, van die hele mooie lichtshows. En dacht ik, nou, dat is wel vet als we dat ook kunnen doen, weet je wel. En toen ik al die lichten ging aanschaffen, ik heb ook allemaal lichten gekocht, ik had helemaal niet nodig. Maar ik dacht, ik kan er gewoon leuk mee spelen, weet je wel. En ja, toen dacht ik, nou, dit wil ik zelf ook. En toen ging ik een rookmachine kopen en dan zag je die stralen van die lichten mooi zo. En toen ben ik het een beetje gaan ontdekken en ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Vroeger deden we dus alles met doosjes, hè? Alles hadden we met doosjes. Sinds, moest je eerst 50 keer in de weer lopen naar de bus om überhaupt je spullen uit te laden? En toen zat ook een ander pand, dus dan moest je echt... We waren gewoon denk ik drie kwartier bezig, tot een uur bezig om... Als het niet meer is. Alles in en uit te laden. En nu met die flightcases, dan is het gewoon lekker makkelijk. Alles goed opgeborgen. Ja, dat was waardeloos. Het thema is jungle, zoals je... Denk ik. Of is het thema jungle? Nee, het thema is het thema jungle? Nou ja, het thema is jungle slash dieren. Oh. Toch dacht je dat het thema anders was? Halloween of zo? Ja, we gaan een feestje bouwen, joh. En dat moet wel lukken als ik het zo zie. Reactie op Koningsnacht. Het was echt een rollercoaster aan emoties die avond. Van tevoren waren we best wel gespannen. Ik heb ook niet echt heel goed geslapen die nacht daarvoor. Want ik was best wel in mijn hoofd bezig met hoe gaat het eruit zien. En we hadden best wel veel onzekerheden. Met naast Simon Steenwijk. Ja. We hebben een hele set voorbereid, dat half uur. Oh ja. En dan hebben we ook een intro. Oké. Okay. Dus je moet even testen of die goed is. Ja, tuurlijk. Ja. Pak die dus even de microfoon. En, Maar oh ja, ik zal zo even kijken, want die twee knoppen moeten eigenlijk gelijk blijven. En dan kunnen zij met geluid, kunnen ze hem harder zetten. Alleen dat wieltje dan even kijken. Maar... Ja, die is weg. Waar is dat dan? Oh, die is weg, ja. Ja, maar hij zei, we krijgen er wel vanaf, zei hij. Maar... Ik weet niet waar die is. Even Wilhelmus aan het downloaden. Want we willen ze graag aan het einde hebben. Maar we moeten allemaal nog... Laatste. Voor ons was het echt van, dit is het moment dat we het gewoon voor het eerst moeten gaan doen, dat alles moet gaan lukken. Woordloze mag je dan applaus voor Simon de Steenwijk! Wie is je aanstaan? Als er aan de Steenwijk was geweest, toen kwamen wij. En ik had nog met Daan even van tevoren contact. Dus we gaven elkaar nog een soort van hand en even in de ogen kijken van kom op. Kom dan! En dan komt het openingsnummer en dan loop je naar voren en dan zie je al die mensen. Dat is zo'n gevoel, dat kun je bijna niet omschrijven. Naar die mensen. En van links naar rechts ging je heen. En ook shirt en zo, links en rechts. Alles. En dat je ervoor staat door die parkpoppen. Lampjes, ja. Wel ook twee keer verkeerd getimed. Maar dat maakt niet uit. Maar mensen gewoon, mensen vinden het hartstikke leuk. Ja. Muziek. Fucking vet. Dus we gaan nu even publiek in, of niet? Nu even nagenieten. Even publiek in. Ja. We gaan even publiek in. En een biertje. Daarna ging ik nog even hier naar de Moriaan toe, even een biertje doen. Iedereen was helemaal nog onder de adrenaline, iedereen was helemaal hyped en zo.
En eigenlijk die dag daarna nog steeds, het was echt... En als ik nu aan terugdenk, dan vind ik het nog steeds vet. Dus het is wel iets wat we vaker willen doen. De toekomst van Bice. Ik hoop nog lang en heel mooi. En dat we nog steeds heel veel klussen krijgen. En we hopen te groeien. Door middel van uitbreiding van personeel. Ja, nee, we houden niet van stilzitten en maar denken dat dit allemaal werkt. We willen echt wel vooruit gaan en nieuwe dingen proberen. En ook al gaat het allemaal mis of werkt het niet, we willen het wel uitgeprobeerd hebben en te kijken of het aanslaat. En ook buiten Voorthuizen dus bekendheid te creëren en aanvragen te krijgen. Omdat in Voorthuizen is het leuk, maar mensen zijn je op een gegeven moment ook wel zat, denk ik. Dus we willen heel graag daarin groeien en kijken wat de toekomst brengt.